Hartelijk welkom bij de Wijde Blik en in ons nieuw kantoorpand. Veel mensen ken ik, aantal niet. Mijn naam is Theo Dolen van de Wijde Blik. Dus wij vinden het wel leuk om dat debat te organiseren. En dan met name over de vraag hoe je in Nederland anno 2011, hoe je met een heel goed idee en een heel goed statement, als je denkt dat te hebben, hoe zoek je dan nog de media? Is Herman Meijer, eindredacteur van Pauw en Witteman. Wilma Kieskamp. Wilma is van de chef opiniepagina van de Trouw. Hoe bepalen jullie nou van wie aan tafel mag komen te zitten? Het is, vind ik, dat we minder bobo-stukken hebben. In die zin is het, denk ik, voor jullie, zoals jullie hier in de zaal staan, wat lastiger geworden voor de voorlichters. Omdat vroeger kon je nog aankomen met, ik heb een stuk van de directeur en het verkocht dan wel op de naam. En nu kunnen we zo kritisch zijn. We krijgen gewoon 10 keer zoveel als we plaatsen kunnen. Of je een spannend standpunt ook en goed kan beargumenteren en dat dan ook nog met enige flair kan doen. En daarbij moet ik dan zeggen dat bij de totale hoeveelheid die ik binnenkrijg, ik dan wel helaas te weinig stukken krijg uit de wereld waar ik hier nu sta. Nou, doorslaggevend is denk ik bijna hetzelfde als bij Pauw en Witteman. Je moet iets spannends te beweren hebben waar mensen van op het puntje van de stoel gaan zitten en waarvan ze het gevoel hebben, daar heb ik ook een mening over. Je moet het ons ook een beetje lekker maken. Je moet het wel verkopen. Je moet mij wel interesseren. Wat zou je moeten doen om het spannend te maken? Want je raakt een thema wat voor heel veel mensen hier ook echt wel redelijk wezenlijk is. Je maakt het spannend als je daar zelf bevlogen over bent. En als je dat niet meer kan verwoorden, ja, dan moet je ook bij jezelf te raden gaan. En terwijl als je gewoon zegt, er zijn in Nederland tal van woningbouwverenigingen, tal van mensen die goed zijn. En altijd maar één die het woord wil voeren namens en dan niet zoveel kan zeggen omdat die namens spreekt. Zoals een vage edesclub, maar je wil eigenlijk geen edesmensen hebben van die koepel, maar je wil gewoon een goede pakkende directeur die een vloog verhaal heeft. Normale mensen die normale dingen vertellen over datgene wat ze bezig zijn. We hebben ook wel dat er bij ons getwitterd kan worden op de site tijdens de uitzending. En ik geloof ook zelfs Facebook tijdens de uitzending. Maar dat is meer voor de mensen die het leuk vinden om dat op die manier te volgen. Dan dat wij het is een soort service in plaats van dat wij het omgekeerd heel erg gebruiken als bron. Maak het jezelf makkelijk. Stuur eens gewoon heel ouderwets een ingezonden briefje naar een krant. Wordt echt zo geplaatst. En ik stel voor dat we nu weer gewoon lekker aan de borgen gaan.